De stichting Buurthuis Latour, Stibula, onder leiding van Wilgo Koster, organiseert op 23 september een autoloze dag in de omgeving van de Latourweg. Met de autoloze dag wil Stibula aandacht vragen voor milieuvraagstukken, zoals luchtvervuiling. Op deze dag zullen langs de Latourweg daarom ook diverse milieuactiviteiten worden ontplooid. Op een persconferentie vandaag gaf Koster een uiteenzetting van de activiteiten. Je krijgt een gezondheidsblok, om het zo uit te drukken. Dus de dingen zijn in blokjes verdeeld. Gezondheidsblok. Je krijgt verschillende kinderspelen. De mensen in Latour en omgeving die aan potplantjes doen, die fruitteelt doen, die krijgen ook de ruimte om dus fruit en potplantjes te presenteren, als ook handicraft. De kleinondernemersblok is er ook. Algemene educatie en informatie gaat er zijn als blok, waarbij we dus een aantal verschillende organisaties erbij hebben. En milieuinformatie. Bij milieuinformatie, dat wil ik hierbij aangeven, dus dat onder andere de mensen van NIMOS, Red Plus, SBB erbij zullen zijn. Het heeft allemaal te maken met klimaat, veranderingen. Hoe gaan we om met onze bossen, etc. Dus dat alles is... die dag aanwezig. Het idee om de autoloze dag op Latour te houden komt van de nieuwe resortcommandant Sham Debi Tewari. Hij is er voorstander van dat Latour een positief imago krijgt. Latour staat namelijk bekend als een probleemgebied en daar wil Debi Tewari verandering in brengen. Je weet, als je thuis komt, als je werkt, ga je even oriënteren. En bij oriëntatie is het gebleken, even als je doet, dat er heel wat misging op Latour. En met mijn staf, de buurtmanagers en mijn staf, hebben toen een plan uitgezet waarbij we alle schakels, alle ketenpartners die in Latour zijn, bij elkaar groepen hebben. Het is begonnen met de horecabedrijven, de winkeliers, de NGO's, de religieuze organisaties, verkeersunits, misschien TCT, OW en openbare werken TCT. Sport en jeugdzaken. Dus we hebben toen zo met de mensen gesproken en we hebben toen groepen gevormd, stuurgroepen gevormd, waarbij elke laatste week van de maand we bij elkaar komen en evalueren wat we eigenlijk kunnen betekenen. Wat de politie voor hen kan betekenen, wat zij voor ons kunnen betekenen. Het gaat meer om leefbaar en veilig klimaat te scheppen voor Latour. Men heeft een ander beeld van Latour. Resortcommandant Sham Debi Tewari vandaag op een persconferentie van Stibula. De stichting organiseert op 23 september een autoloze dag. Op deze dag zal de Latourweg van 6 uur 's morgens tot 6 uur in de avond gesloten zijn.